Af en toe gaan pa en moe met ons naar de speeltuin toe. Dat is voor ons kinderen het fijnste wat bestaat. Het is een eind bij ons vandaan, daarom gaat de karavaan. Hoe is de herinrichting van de speeltuin tot stand gekomen? Nou, speeltuin Miranenburg ligt al tientallen jaren hier in de wijk op deze plek. De afgelopen paar jaar is de speeltuin gesloten geweest. Een heleboel toestellen worden aan vervanging toe. Er worden nog maar een paar vrijwilligers. En eigenlijk op initiatief van de gemeente is een paar jaar geleden een brief uitgegangen op de Lindenheuvel. Om te kijken of er nog draagkracht wordt in de wijk. Genoeg vrijwilligers gevonden kosten waren om de speeltuin opnieuw in te richten. Nou, de speeltuin is bedoeld voor alle kinderen in de wijk. Dus speciaal hebben we er aandacht aan besteed dat er ook toegankelijk is voor kinderen met een handicap. De gemeente vindt dat ook heel belangrijk. Dus vanaf het eerste ontwerp zeg maar, is daar rekening mee gehouden. We hebben daarin een heleboel tips gekregen van het NSGK, de Nederlandse Stichting van het Gehandicapte Kind. De paden breed genoeg zijn en we hebben ook speciaal gaan toestellen hoe ze met een rolstoel in kent. Om het samenspelen te bevorderen, zodat die kinderen ook fijn in hun eigen wijk kunnen samenspelen. Met de kindjes. Wat is er nog nodig om deze speeltuin succesvol te maken? Veel kinderen die op bezoek komen natuurlijk. Schoon weer en gerne gaat toezichthouders. Want ja, het zijn toch lang dagen in de zomer. Er is ook veel vrijwilligers best wel veel gevraagd om hier van 's ochtends vroeg tot 5:30 aanwezig te zijn. Dus als jullie interesse hebben, veel zin nog op zoek naar jullie die een paar uur in de wijk gaat toezicht willen komen houden. Hoe bent u betrokken geraakt bij deze speeltuin? Nou, ik ben gevraagd door Ben Lecille, dat is, die zit van de wijkzorg van de PUW. En die heeft mij gevraagd of ik in het bestuur wilde komen van de Miranenburg. Ik vond het een beetje een vreemde vraag, omdat ik secretaris ben geweest van de voetbalclub en secretaris bij de cliëntenraad. Maar ja, in een speeltuin, en, ja, iemand van mijn leeftijd, dat is een beetje vreemd. Maar ik was heel enthousiast en we hebben kennis gemaakt met het bestuur. En ik heb meteen ja gezegd en ik heb er geen spijt van. Wat vind je ervan dat deze speeltuin opnieuw wordt geopend? Nou, ik vind het fantastisch. Niet alleen omdat het dus een speeltuin was die onderkomen was, die gesloten was en de kinderen voor gesloten deur stonden. Ik vind het sowieso een mooi trefpunt. Ja, het heet niet voor niks de mooiste speelplek van Geleen. Het is een trefpunt niet alleen voor de jeugd, maar ook voor de ouders die elkaar hier treffen. En we proberen toch een stukje... Ja, sociale gebondenheid te geven hier in de wijk. En ja, we hopen er een steentje aan bij te dragen. Ik hoop daar zelf ook een steentje aan bij te dragen. Meneer, wie zit hier betrokken geraakt bij deze speeltuin? We hebben het ook gevormd bij de evenement hier, als vrijwillig. Als het is goed, dan kom ik wel. Want ik ben toch werkloos. En dan denk je, deze dat vrijwillig werk, want dat heb ik al jaren toen vroeger ook gedaan. Om mijn kindje vakantie, werk ik zo. Wat vind je hier dat de speeltuin opnieuw geopend wordt? Ja, ik vind het zo hartstikke leuk en dan lekker druk nog. En ik hoop dat dat voortaan ook zo blijft en alles. En dat is ook voor de kinderen dat korte bier, want overal hebben ze dan bij kans niks te kennen. Hebben ze hier een speeltuin, kort bierhoes en alles. Wat vind je van de speeltuin geworden? Heel leuk en heel mooi. En mooi gebouwd. Ook heel mooi gebouwd en super luxe leuk. Heb je zelf moeten metwerken aan deze speeltuin? Ja. Niet. Ook niet. En wat heb Stichten gedaan voor de speeltuin? Het logo uitgezocht. En ik heb gehoord dat je daar met verschillende scholen aan gewerkt hebt. Weet Sticht welke scholen? Ja. Het Heuvelke, de Springplank en de Duizendpoot. Zit je van plan om vaak naar deze nieuwe speeltuin te komen kijken en te spelen? Heel vaak. Heel vaak, want hij is heel mooi geworden. Heel vaak en het is supermooi. Wie zit hier betrokken geraakt bij deze speeltuin? We wonen hier in de buurt en we zijn hier vroeger ook maar gekomen. Dus als kind zijn best hier altijd in deze mooie speeltuin gekomen? Ja, samen met mijn zus. En de mam? Nee, de mam niet. Die geven ze een euro en dan koos ze voor lekker gaan spelen. Wat vindt ze nu dat de speeltuin opnieuw geopend is geworden? Nou, daar zijn we eigenlijk wel heel erg blij mee, want we hebben hem al gemist. En de toesteltjes wat ze geplaatst hebben? Ja, die zijn prachtig. Ja, ik vind het echt heel mooi. Ja, het is er echt op vroed gegaan. Dus u denkt dat ze heel vaak is komen? Ik ga niet heel veel komen.
Lekker gezellig op het terras zitten. Ja, buukske erbij, drankske erbij. Kinderen kennen zich amuseren, wat wil ze nog meer? Ik heb gehoord dat je vroeger ook in deze speeltuin zit gekomen. Ja, vroeger, zelf nog jong was, heb ik hier ook gespeeld. Ja. En mijn dochter heeft hier gespeeld. En nu zijn vrienden met mijn kleindochter. Wat vind je ervan dat de speeltuin opnieuw heropend wordt? Nou, ik vind het sowieso leuk voor de kinderen hier in de buurt. Zeg maar hier op Linjenheuvel, want daar hebben ze sowieso weinig voor te spelen. Ja, en het is allemaal heel goed opgeknapt. De toestellen wat ze hebben uitgezocht, vind je die ook heel toepasselijk voor deze speeltuin? Ja, voor deze speeltuin wel. Zeg maar, de kinderen kunnen niet hel vallen, want ja, er zijn speciale matten zeg maar, met zand en gras, dat ze niet te hel vallen. En het is gewoon, denk ik, heel leuk voor de kinderen zeg maar, om hier te komen spelen. En een prachtig terras voor de ouders. Ook dat, maar ja, dat hebben ze vroeger ook al. Dus dat dachten ze vroeger ook al aan? Ja, de snoepkrom is er ook nog maar zijn eigen zin. En de kinderen zouden een koffie krijgen. Ze hebben aan iedereen gedacht? Ze hebben aan iedereen gedacht, de hele kleintjes, de kinderen van de middelbare leeftijd en de ouders en opa's en oma's. Mevrouw, wie zit hier betrokken geraakt bij deze speeltuin? Doordat mijn dochter voorzitter is en heel veel werk wordt, heb ik me op een gegeven moment ook als vrijwilliger gemeld. Zit je vroeger ook in deze speeltuin gekomen? Nee. Wel, mijn Nathalie heel klein wordt, dat wel, maar zelf niet. Nee. Wat vind je ervan dat deze speeltuin opnieuw geopend is? Heel goed, want hier in de omgeving zitten heel veel kinderen. En fijn dat er iets is hoe ze naartoe kennen. Ik neem aan dat er een taakverdeling is in de vrijwilligers. Wat voor een taak heb je hier op genomen? Toezicht houden voor als de speeltuin open is. Er staat ook wel eens een snoepwinkeltje. Daar staan ik ook wel eens. Lekker. En bij de chocolade en bij de ijsjes? Ja, daar staan we ook, ja. Maar dit is voor de kinderen, niet voor ons. Ik zie dat ze de kinderen heel schoon aan het maken best vandaag. Is het al erg druk geweest? Ja, we hebben het best druk gehad vandaag. Het was de starten van de wacht het minder. Maar op een gegeven moment wie dat zorgen dat iedereen geschminkt wordt, dat was natuurlijk, dan komen ze in één keer allemaal. Dus maar op zich is het wel, morgen heb ik niks te klagen. En het weer is middags met, hè.